Dit is het oudste kerkje van Brabant, het Willy Broederskerkje in Waalre. Voor de gelegenheid omgedoopt tot trouwlocatie. In deze situatie, nood breekt wetten en ze boden dit meteen aan. Dus we zijn er heel blij mee. Cora de Wilde is trouwambtenaar in Waalre. Na de aanslag vorige week kwam 's ochtends vroeg een onwerkelijk bericht. Ik werd 's ochtends om 6:50 door mijn zwager gebeld en zei: het gemeentehuis staat in brand. Ik zei tegen mijn man, ik zei, ik heb een bruiloft. En datzelfde overkwam het echtpaar, of het aanstaande echtpaar. Want die werden wakker met de wekradio om 7:00. Het gemeentehuis in Waalre is afgebrand. Dus ik kunt je voorstellen, als je weet dat je 5 dagen later gaat trouwen, dat er toch lichte paniek bij het bruidspaar aanbrak. Maar ik moet zeggen, die hebben zeer volwassen gereageerd. Het bruidspaar kreeg wel toestemming om foto's te maken bij de resten van het gemeentehuis. Er moet vandaag geïmproviseerd worden, niet alleen met de foto's. Dit is de trouwakte, dus gelukkig hebben ze die opnieuw kunnen printen. Maar het omhulsel stinkt, dus helemaal, is echt, ik heb met jif en met eau de toilet opgespoten en met vanuit het toilet zo die anti-stank, maar het blijft stinken. Maar ja, het is toch onze document voor het trouwen, dus we houden het op deze manier, al stinkt het een beetje naar de brand. In augustus is er weer een huwelijk in Waalre. Voor dat stel en mensen die daarna trouwen, wordt nog gezocht naar een trouwlocatie.